Nu, ik vertrek eigenlijk van twee postulaten. Postulaten, dat zijn stellingnamen die men niet als dogma voorbrengt, maar die men toch op zo'n manier naar voren brengt dat men zegt, kijk, als iemand die postulaten niet aanvaardt, ja, dan valt eigenlijk mijn systeem in duigen. En die twee postulaten zijn de volgende. De aarde is eindig. En de aarde is eindig in zeer veel aspecten, in omvang, in mogelijkheden, in hoeveelheid water enzovoort. Een hele reeks zaken die ik hier niet zal preciseren op dit ogenblik. Maar de aarde is eindig. Tweede postulaat. Een gegeven, een entiteit, een organisme of een groep van organismen die zich onbeperkt uitbreidt, dus ieder systeem dat zich onbeperkt uitbreidt, moet vroeg of laat stoten, te pletter lopen tegen de grenzen van deze eindigheid. Dus als je aan de ene kant een eindige aarde hebt, een eindige wereld, en aan de andere kant een systeem of een groep van systemen of een totaal systeem dat zich altijd verder uitbreidt, dan moet dat te pletter lopen op de grenzen van deze eindigheid. Nu, in het bijzonder zal ik het hebben over een bepaald kenmerk van de ontwikkeling van de mensheid dat zich ontwikkeld heeft sinds de Griekse oudheid en dat zich altijd verder en verder ontwikkelt. In de Griekse oudheid ontstaat de wiskunde. De wiskunde ontstaat bij Thales van Milete, 6e eeuw voor Christus. En we stellen vast dat in de Griekse oudheid die wiskunde, in hoofdzaak meetkunde, maar gedeeltelijk ook rekenkunde, dat die zich vanaf de 6e, 5e, 4e, 3e eeuw stelselmatig ontwikkelt. Die heeft werkelijk een explosief karakter gekend. Vooral de meetkunde. De rekenkunde is beperkt door een aantal factoren die ik nu niet zal bespreken. Maar die meetkunde, dat zien we bijvoorbeeld in 300, schrijft Euclides het meest succesvolle leerboek aller tijden. Nooit meer zal er een leerboek geschreven worden dat zoveel succes gekend heeft als dat van Euclides. Zelfs de meetkunde zoals wij die in mijn tijd dus bestudeerden, later met de nieuwe wiskunde heeft men dat wel, de moderne wiskunde heeft men dat wel door elkaar gegooid, maar in feite, de meetkunde die wij bestudeerden, was de meetkunde van Euclides. Wel nu, die meetkunde heeft zich dan in de 3e eeuw nog verder uitgebreid, in de 2e eeuw, en al langzamerhand is dat een beetje gestagneerd door allerlei factoren, maar in de 15e, 16e eeuw is die meetkunde weer opgekomen, dus in de Renaissance, en die is dan aangevuld door iets wat uit aanvankelijk de Indische wereld gekomen is, namelijk de schrijfwijze van de getallen zoals wij die nu kennen, wat wij het positioneel systeem, wat men meestal kent als een tiendelig systeem. Dat je niet schrijft met de Romeinse cijfers, maar schrijft met een systeem waarbij de positie van een cijfer de getalwaarde. Als ik zet 2, betekent dat het getal 2. Als ik daar een 1 achter zet, betekent dat 21. Dus betekent dat die 2, 20. Zet ik daar nog een cijfer achter, betekent die 2, 200 en zo verder. Positioneel systeem komt dus van de Indiërs, is via de Arabieren in het zuiden van Italië doorgedrongen en heeft dus vanaf de 15e, 16e eeuw in Europa een enorme doorbraak gekend. En tegelijkertijd is ook de algebra, de basisalgebra, theorie dus van vergelijkingen, en eigenlijk ook de theorie van het feit dat men algemene formules kan opstellen voor rekenkundige en dan naderhand andere bewerkingen, die komt oorspronkelijk ook uit India, maar die is door Al-Khwarizmi in de Arabische wereld binnengebracht. En vanuit de Arabische wereld is die ook via Spanje en Italië in het Westen doorgedrongen. Een van de meest fundamentele zaken die zich voorgedaan hebben in de loop van de 16e eeuw, dat is dat men tegelijkertijd
die meetkunde aan die algebra is gaan ontwikkelen. En dat men dan tegen het einde van de 16e eeuw, begin van de 17e eeuw, een synthese gemaakt heeft. En een van de centrale figuren daarin is Descartes. Een synthese gemaakt heeft van de algebra en de meetkunde, namelijk de zogenaamde analytische meetkunde, die dan de bron geweest is van een ontwikkeling van wiskunde die tot op heden zich met een exponentiële snelheid naar voren brengt. Ik leg daar de nadruk op, omdat als je die donkere periode, dus van de middeleeuwen, daartussen uitlaat en van het late Romeinse Rijk, als je dan springt dus van die oudheid, derde, tweede eeuw naar de 15e, 16e eeuw, vanaf de 15e, 16e eeuw, ontwikkelt die wiskunde zich ook met een exponentiële kracht. Daar zit dus een intrinsieke dynamiek in, die door niemand eigenlijk zo gewild of gemaakt is. Dat komt uit de aard van de feiten zelf voort. Bijvoorbeeld, de Arabieren die hadden reeds een algemene oplossing voor de tweede graadsvergelijking in de algebra. Maar nu, onmiddellijk, tweede graad, we gaan een algemene oplossing zoeken voor de derde graadsvergelijking. En dan voor de vierde graadsvergelijking. En dan stoot men op enorme problemen. Dat leidt dan tot de groepentheorie en zo verder. En in de meetkunde is dat ook zo. Men gaat altijd verder en verder en verder. Intussen ontwikkelt men de driehoeksmeting, pooldriehoeksmeting en zo verder. Maar met die analytische meetkunde gaat men dat verder en verder ontwikkelen. Dat wordt dan gesynthetiseerd eigenlijk met de mechanica die Galilei ontwikkeld had en die dus Newton tot een absolute bloei gebracht heeft. En dan kom ik op mijn tweede punt. Naast de wiskunde heb je dan van in de 16e, 17e eeuw de ontwikkeling van de natuurwetenschap. Dat was eigenlijk ook al begonnen bij de Grieken, want de Grieken hebben de basis gelegd van de wetenschappelijke astronomie, van de wetenschappelijke statica, de theorie van de gewichten en de hefbomen, en van de hydrostatica. U kent de wet van Archimedes, hydrostatica, en de optica. Dat wordt terug overgenomen in de 15e en vooral in de 16e eeuw. En van dan af ontwikkelt zich dat met een onvoorstelbare explosieve kracht. Er zit dus een interne dynamiek in die natuurwetenschap die zich sinds de 17e eeuw tot op heden met een onvoorstelbare snelheid heeft ontwikkeld. Zodat je kunt zeggen dat praktisch in iedere generatie het aantal wetenschappers, natuurwetenschappers, groter is dan in alle generaties tevoren. En tot op heden doet zich dat zo voor. Met andere woorden, de wetenschap, dat is een soort fenomeen, een soort structuur die zich ontwikkelt met een interne dynamiek die door niemand vooraf gekend of geweten was, maar dat zit daarin gebakken. Tweede is de ontwikkeling van de technologie. In de oudheid hadden we reeds een zekere vorm van technologie die vrij interessant was, maar die bleef vrij statisch. Vanaf de middeleeuwen, rond 1300 ongeveer, begint die technologie, die verschillende technieken, beginnen zich te ontwikkelen. Je krijgt dat op verschillende terreinen. Je krijgt dat op het terrein van de optica. De eerste brillen dateren van 1300. Je krijgt dat op het gebied van het kanon. Het kanon is ook ontwikkeld rond 1300. En daar zit ook een intrinsieke dynamiek in. Waarom? Als een bepaalde staat het kanon heeft en een andere staat niet, dan mag die het bij een oorlog vergeten. Dus op 10, 20 jaar hadden alle Europese staten het kanon. Maar om het kanon te hebben, moet je natuurlijk brons hebben, later staal. Dus moet je de mijnbouw ontwikkelen, de metallurgie ontwikkelen, en staal enzovoort. Dus je krijgt een intrinsieke dynamiek op het gebied van wetenschap. En ongeveer tegelijkertijd ontstaat in de middeleeuwen de typisch westerse vorm van kapitalisme. Kapitalisme, dat is eigenlijk het volgende. Een kapitalist, dat is een asceet. Een kapitalist, een gewone mens, een normale mens, die arbeid en de vruchten van zijn arbeid gebruikt hij om zich in stand te houden. Een kapitalist niet, dat is een soort monnik. Hij doet van de vruchten van zijn arbeid een stukje
legt een stukje opzij om te investeren, het zij in nieuwe producten, aanvankelijk handelswaarproducten, die hij dan verder verkoopt met winst, waardoor hij dat kan verder investeren. En zodra die techniek zich ontwikkelt, gaat hij ook investeren in technische producten, waardoor hij productie heeft. Van die productie gaat hij weer iets opzij leggen, waardoor hij weer nieuwe productiemiddelen kan hebben. Die productiemiddelen leveren weer nieuwe resultaten op. Dus weer. En dan zie je dat in het kapitalisme ook een intrinsieke tendens zit tot onbeperkte zelfontwikkeling. Aanvankelijk zijn dat individuen, later zijn dat groepen van individuen, zijn dat alle soorten ondernemingen die dan blijven bestaan nadat de individuen dood zijn. Dus een systeem dat zich altijd verder ontwikkelt. Wat is nu een van de basisthesissen die ik naar voren breng? Dat is dat vanaf de 16e, vooral 17e en 18e eeuw, een interactie bestaat, eigenlijk vroeger al voor wat betreft interactie, wetenschap, technologie, kapitalisme. Maar vooral van in de 19e eeuw is er een zo sterke interactie tussen kapitalistische economie, technologie en wetenschap, dat die elkaar voortdurend beïnvloeden. Dus nieuwe wetenschappelijke vondsten leiden tot technologische ontwikkelingen, die dan voor de kapitalist een nieuw middel zijn voor nieuwe productiemiddelen. Waardoor natuurlijk, weer om een eenvoudig voorbeeld te geven, zodra je de perfectionering hebt van de theorie van de optica, en je hebt de perfectionering van de techniek van het slijpen van lenzen, kan je natuurlijk telescopen maken, kan je microscopen maken en zo verder. Maar daarmee kan je nieuwe meetinstrumenten maken, daarmee kan je nieuwe technologische producten maken, ook voor bijvoorbeeld maken van brillen op grote schaal en zo verder. Dus je kunt altijd verder gaan en die wetenschap beïnvloedt de technologie. Een eenvoudig voorbeeld: de ontwikkeling van de stoommachine is eigenlijk het resultaat van de ontwikkeling van het kanon. Waarom? Omdat om kanonnen te maken, zoals ik zei, je brons nodig hebt, staal, altijd maar beter en beter staal, daar heb je dus mijnbouw voor nodig, maar die mijnen gaan altijd dieper en dieper, dus moet je water oppompen. Op den duur vindt men een systeem om water op te pompen bij middel van stoom, en dat leidt uiteindelijk tot de stoommachine. Als men dat dan omgekeerd toepast, niet alleen om te pompen, maar om dus een cilinder heen en weer te laten bewegen, draaibeweging, daardoor kunnen die fabrieken natuurlijk zo ontzaglijk ontwikkelen met stoommachines. Dat geeft dan verder aanleiding tot de ontwikkeling van de thermodynamica, de wetenschap van hoe je energie maakt door middel van vuur, la force motrice du feu, en op die manier leidt dat dan tot de ontwikkeling van alle andere thermodynamische systemen, de ontploffingsmotoren, en zelfs de dieselmotor is ontstaan dankzij het feit dat het kroepstaal zo sterk ontwikkeld was, dat men eigenlijk de diesel met een interne ontploffing zonder vonk, alleen door de druk zelf, had er enorme stalen voor nodig. Wel nu, dankzij dat staal van die kanonnen, heeft men de dieselmotor kunnen maken. Dat zijn maar enkele voorbeelden op het gebied van elektriciteit. De verhouding Faraday, de technische, theoretische experimenten. Maxwell, theoretische ontwikkeling van de vergelijking van Maxwell. En van daaruit vloeien alle technologische ontwikkelingen op het gebied van de elektriciteit, elektronica enzovoort verder. Ik ga daar niet te diep op in. Alleen wil ik duidelijk maken. Ja, daar moest ik er serieus op ingaan. Ik wil duidelijk maken dat men werkelijk kan spreken van het WTK-bestel. Dat wil dus zeggen, een bestel dat bestaat uit ontwikkeling van wetenschap die een spontane tendens heeft tot ontwikkeling, technologie die een spontane tendens heeft tot ontwikkeling, kapitalistische economie eveneens, en die drie onder elkaar versnellen elkaars ontwikkeling. Wat is daar nu het gevolg van? Dat heeft dat tot gevolg dat om problemen op te lossen, van welke aard ook, van wetenschappelijke aard, van technologische aard, van de aard van het bevredigen van menselijke behoeften, op het gebied van voedselvoorziening, op het gebied van kledij, van woning, van comfort enzovoort,
op het gebied van oorlogvoering. Het beste systeem is het WTK-bestel. Het WTK-bestel is het meest efficiënte totaalsysteem dat de wereld ooit heeft gekend. Als je de totale mensheid vroeg of laat zult willen bevredigen op het gebied van honger, heb je het WTK-bestel nodig. Maar als je de totale mensheid wil vernietigen, heb je het WTK-bestel ook als het meest praktische, interessante, efficiënte systeem. Dus het meest efficiënte systeem dat je kunt voorstellen. Nu, wat je zeer goed moet verstaan, dat is dat ik geen ludist ben. Ik bedoel, ik ben niet iemand die zal zeggen, oh slecht WTK-systeem. Dat is een systeem en dat heeft onvoorstelbare voordelen gebracht. Als je de gemiddelde persoon neemt van de 15e, 16e eeuw, gemiddeld mens die hier leefde, en een gemiddelde mens van nu, dan is het onvoorstelbaar wat het verschil van leven is. Die persoon die zag tijdens zijn leven 5, 6, 7 broers of zusters sterven, zag zeer snel zijn ouders sterven, soms zeer snel zijn moeder in een kraambed. Die zag, als hij dan zo ver geraakte dat hij ooit kinderen kon ter wereld brengen, zag hij het ene kind na het andere sterven. Het huwelijk duurde gemiddeld 9 jaar. Niet omdat ze scheiden, maar door de dood. En vergelijk dat met nu. Het huwelijk duurt gemiddeld misschien ook 9 jaar. Maar niet door de dood. En ze hebben daarna nog verschillende kansen op verschillende huwelijken. Ik ga dat niet volledig uitwerken, maar in dat boek is dat een beetje uitgewerkt. Wat ik wil zeggen is, het WTK-bestel heeft onnoemelijke voordelen gebracht. Maar het WTK-bestel heeft die eigenschap waar ik mee begonnen ben. Het is een systeem dat zich onbeperkt uitbreidt. Dus, vroeg of laat moet dat te pletter lopen tegen de grenzen van die eindigheid van de aarde. En wat betekent dat nu dat het zich onbeperkt uitbreidt? Dat WTK-bestel gebruikt voortdurend meer en meer hulpbronnen. In de eerste plaats energie. Tweede plaats ruimte, bodem, voor landbouw en zo verder, fabriek enzovoort. In de derde plaats water, vooral drinkbaar water. En allerlei grondstoffen, waaronder zeldzame mineralen. En wel nu, al die hulpbronnen die dat WTK-bestel gebruikt, zijn eindig. Als je dat altijd maar verder en verder en verder gebruikt, is dat eens allemaal op. Ten tweede, dat WTK-bestel produceert afval. Je kunt geen enkele industriële ontwikkeling of landbouwontwikkeling hebben zonder de productie van afval. Afval in de bodem, afval in de rivieren, in de stromen, daarna naar de zee en afval in de lucht. Het meest bekende afval waar men het nu meestal over heeft is de productie van CO2 die uiteindelijk tot het broeikaseffect leidt. Maar er zijn talloze andere vormen van afval die de rivieren giftig maken, de bodem giftig maken, uiteindelijk de zeeën giftig maken en uiteindelijk ook de oceanen giftig maken, de lucht en zo verder. Dus produceert afval. En in diezelfde beweging tast dat WTK-bestel ook de bestaande ecosystemen aan. De vroegere wilde natuur wordt langzamerhand verdrongen. Er blijft er altijd maar minder en minder van over. Jaarlijks verdwijnt er een hoeveelheid oerwoud ongeveer, minimum de grootte van België, verdwijnt. En vroeg of laat, dat kan dus niet blijven duren, eens is het oerwoud op. Het verbruikt ook altijd maar meer en meer water. En nu kom ik aan het begrip sustainability, duurzaamheid. Wat is dat, een systeem dat duurzaam is? Dat is een systeem dat zo werkt dat het een bepaalde grondstof, hulpbron, gebruikt, maar dat de hoeveelheid die men bijvoorbeeld per jaar gebruikt, tijdens dat jaar in dezelfde mate wordt aangevuld. Neem nu bijvoorbeeld, er zijn een aantal landen waar men aan landbouw gebruikt, irrigatie gebruikt in de landbouw. Men pompt water uit de bodem op,
Maar het is evident dat die watervoorraden in de bodem die onder in de loop van miljoenen jaren zijn ontstaan, die zijn eindig en eens zijn die opgebruikt. Men kan natuurlijk ook water gebruiken dat van de regen komt of van de bergen afkomt, maar dat kan men alleen in die mate gebruiken dat die terug wordt aangevuld. Dus water uit de diepe bodem, dat is niet duurzaam. En water, oppervlaktewater, is alleen maar duurzaam in de mate waarin men niet meer verbruikt dan dat er effectief naar beneden komt van de regen met stromen en rivieren en zo verder. Dus als je dat te boven gaat, dan is het gedaan. Een van de beroemdste voorbeelden is dus Oezbekistan, waar men waar men een enorme katoenproductie wou opzetten met irrigatie. Wat was het gevolg? Schitterende katoenproductie, maar niet duurzaam, want het Aralmeer, een van de grootste meren van de wereld, was aan het inkrimpen, altijd verder en verder en verder, tot er op den duur bijna niets meer van overbleef. En in feite een verwoestijning ongehoord. Omdat men het water niet op een duurzame wijze gebruikte. Wat is nu een heel belangrijk punt? Dat is, die ontwikkeling van het WTK-bestel heeft een aantal intrinsieke dynamieken. Maar één van de belangrijkste dynamieken daarin, dat is dat dat WTK-bestel natuurlijk goederen produceert voor mensen. Je kunt natuurlijk dingen produceren voor de goden of voor de vogels. Je kunt piramides maken enzovoort. Maar het WTK-bestel is langzamerhand intelligenter geworden en gaat niet meer zomaar piramides maken voor de komende millennia. Men maakt dingen voor mensen. Dat wil dus zeggen, het WTK-bestel is gericht op consumptie. En dat is natuurlijk evident, dat aan die consumptie die gestimuleerd wordt door dat WTK-bestel, beantwoordt natuurlijk de behoeften van de mensen, want dat bestel slaagt erin, soms op een geniale manier, om zaken waar men nooit iemand enige behoefte, 30, 20, 30 jaar geleden had niemand een behoefte aan een iPad, nog aan een iPhone, zelfs niet aan een gsm, en ineens wordt dat aangeboden en dan moet iedereen dat hebben. Dus het WTK-bestel produceert behoeften bij de mensen, produceert dus schaarste en moet daaraan beantwoorden. Maar nu, bovendien zijn er noden waaraan men noodzakelijk moet beantwoorden, voeding, kledij, verwarming enzovoort. Wel nu, het is zo dat wanneer het aantal mensen steeds toeneemt, dan zijn er natuurlijk altijd meer en meer mensen waarvan de behoeften moeten worden bevredigd. En dat WTK-bestel, dat probeert op een efficiënte manier te doen, zal dus meer en meer een beroep moeten doen op eindige hulpbronnen. En op den duur zijn die eindige hulpbronnen uitgeput. En dat is dus mijn conclusie waar ik in een eerste benadering toe kom. Het is ondenkbaar dat het aantal mensen altijd zal kunnen verder en verder aangroeien. Want het is al erg genoeg dat als er bijvoorbeeld, zoals toen ik klein was, 2 miljard mensen waren, moest het WTK-bestel nog enorme inspanningen leveren om voor die 2 miljard mensen een behoorlijk leven te brengen. Een behoorlijk leven op het gebied van voeding, kledij, gezondheidszorg, noem maar op, het comfort zoals men dat stilaan begon te kennen. En eens dat je dat comfort kent, is het moeilijk om daar afstand van. Wij hadden geen badkamer thuis. Wij hadden geen centrale verwarming. Wij hadden geen warm water, tenzij dat we dat kookten in de moor, zoals wij dat noemden, op de stoof. Dus wie nu in die situatie wordt beschouwd als een arme mens. Wij beschouwden ons niet als arme mens. Maar nu, als ik nu zo zou moeten leven, zou ik zeggen, ja, dat is toch niet fameus. Dus dat WTK-bestel schept die behoefte, maar natuurlijk als tegelijkertijd met die ontwikkeling van de consumptie, waarvoor reeds een geweldige ontwikkeling van productie nodig is, als tegelijkertijd het aantal consumenten meer en meer en meer toeneemt, moet die productie nog veel meer geaccentueerd worden.
En op de duur moet die productie dan een niveau bereiken dat gewoon niet meer haalbaar is. En daar komen een aantal zeer fundamentele ethische problemen uit voor. Het WTK-bestel, ook met de moderne communicatiemiddelen die daarmee samengaan, heeft tot gevolg gehad dat alle mensen ter wereld meer en meer beginnen kennis te nemen van die producten die bijvoorbeeld in West-Europa, in de Verenigde Staten en in Japan aangeboden worden. Als je in de sloppenwijken rond Jakarta woont, ja, normaal ken je dat niet, want die sloppenwijken, daar is geen elektriciteit. Dat zijn alleen maar petroleumlampjes. Dat zijn de meest fantastische belevenissen. Je vliegt dus en je weet, ik vlieg hier boven Jakarta, want dat is een immense stad, en je ziet niets. Het is pikkendonker, want die kleine petroleumlampjes zie je niet. Dus zou je mensen, ja, die weet, mensen weten van niet beter. Maar nu en dan komen die mensen op die grote boulevards. Want die sloppenwijk, soms loopt daar een boulevard in. En die grote boulevards, dat is precies alsof je in Parijs zit. Of in Londen. Of in Brussel. Daar zien ze alles. Met andere woorden, het WTK-bestel brengt de behoeften van de mens op hetzelfde niveau. Dus ze zien zichzelf als meer en meer gelijkwaardig. Wij moeten dat ook hebben. Wij hebben daar recht op. Wij zijn niet minder dan die anderen die dat hebben. Dus het WTK-bestel bevordert het gelijkwaardigheidsgevoel van de mensen, maar tegelijkertijd bevordert het dus ook de behoefte aan hetzelfde type van consumptie. En dus is er een enorme contradictie tussen die mateloze behoefte om dezelfde consumptie te hebben en de feitelijke, merkwaardige, van verregaande vorm van ongelijkheid die erin bestaat dat het rijke Westen en ook de rijken van ter plaatse die consumptie hebben en de anderen hebben die niet. En nu zit je met twee, met een alternatief. Ofwel zeg je, die ongelijkheid, ja, laat dat maar bestaan. Dat is een ethische catastrofe natuurlijk. Ofwel zeg je, ze moeten allemaal evenveel hebben als wij en dat is een ecologische catastrofe. Want dat kan deze aarde niet aan. Deze aarde is einde. Ik kan misschien eventjes daarmee stop. Misschien, ik ga nog één vraag stellen. Misschien kunt u toch nog even ook die evolutie van die bevolkingstoename schetsen. En misschien meer bepaald aan de hand van uw eigen leven. Aan de hand van de periode waarin dat je zelf hebt geleefd. Het is trouwens ook niet altijd zo geweest. Hè. Sommige mensen hebben de indruk dat dus de bevolking eigenlijk gewoon gelijk zo'n lijn is naar boven gegaan. Maar zo is het eigenlijk niet geweest. Je mag rekenen. Tot ongeveer 1800 is er een langzame stijging, maar heel langzame stijging van de bevolking geweest. Wel, er zijn natuurlijk een aantal momenten geweest waar het versneld is. De introductie ongeveer 10.000 jaar geleden van de landbouw. En eventjes later een iets bredere introductie nog van de veeteelt. Dat zijn 8.000 jaar geleden, de uitvoerige veeteelt. Die heeft natuurlijk een enorm overschot ten overstaan van de het nomaden bestaan daarvoor, de jagers en plukkers. Het overschot aan voedsel is daardoor substantieel verbeterd en daardoor is er dus een vooruitgang van de bevolking ontstaan wat dan geleid heeft tot de grote rijken, de vorming van de steden, die grote rijken zoals Egypte, langs de Nijl, het rijk langs de Indus, Tigris en de Eufraat, Mesopotamië, de Yangtze-Kiang in China, de Indus en dan de Ganges-vlakte in India enzovoort, dus die grote rijken. We zijn daardoor ontstaan. En daar is dus een langzame aangroei van de bevolking geweest. Nu en dan kreeg die een knik naar beneden, omdat er onnoemelijke epidemieën ontstonden. En de laatste grote epidemie, enfin, de voorlaatste grote epidemie was de Zwarte Dood in de middeleeuwen, waar ontzaglijk aantallen mensen stierven, zodat maar om duur maar een derde van de bevolking overbleef. En dan een toch ook niet onaardige epidemie na de oorlog 1418. In 1919 is er toch een zware griepepidemie geweest. En dat waren dus momenten waar dus een zekere knik kwam. Maar alles samengenomen kan je zeggen dat rond 1800, onder invloed van die samenballende krachten van het WTK-bestel, is de bevolking langzamerhand naar omhoog gegaan. Rond 1800. Zodanig rond 1800 neemt men aan ongeveer 1 miljard mensen. En tot aan mijn geboorte is dat gegroeid naar
2 miljard. Ik zat daar voor niks tussen. Maar dat is nu eenmaal zo. Men heeft dus ongeveer, ik ben van 34, maar het is ongeveer rond 1800 tot 1900, tussen 25 en 30, dat dat tweede miljard bereikt is. Dus men had ongeveer 125 jaar nodig om de 2 miljard te bereiken. Maar eens dat ik geboren was, ging het natuurlijk veel sneller. Dan kwam men aan 3 miljard, aan 4 miljard, aan 5 miljard, aan 6 miljard. Dus tijdens mijn leven was dat al een verdrievoudiging. Tijdens mijn leven. En nu zitten we aan 7 miljard. En als ik het nog een beetje kan trekken, zal er een viervoudige, ik zal het zo lang niet trekken, maar goed, zal er een viervoudige ontwikkeling geweest zijn, verviervoudiging geweest zijn, van de wereldbevolking. Dus datgene wat, ja, als we het begin van de Homo sapiens sapiens, de echte Homo sapiens sapiens Cro-Magnon, rond 45.000, misschien wel wat vroeger nog, ik wil daarvan af, maar zeker in Europa rond 45.000, Op die 50.000 jaar ongeveer naar 1 miljard, dan 125 jaar naar 2 miljard en dan zo verder naar 7 miljard. Dat is een onvoorstelbare explosie. En het is dus zo dat niemand dat eigenlijk vooraf had kunnen voorzien. En de mensen waren dus ingesteld op een gedachte, ja, wij moeten zoveel mogelijk kinderen produceren in de hoop dat er nog 1 of 2 of 3 overblijven die zichzelf kunnen reproduceren. Want er stierven ontzaglijk veel mensen op jeugdige leeftijd. De grote schrijver Montaigne, op het einde van zijn leven ongeveer, als men hem vroeg hoeveel kinderen heb je eigenlijk gehad? Ja, hoe weet ik dat nu? Hij wist niet meer hoeveel kinderen hij gehad had. Want dat waren er, of dat er 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ik weet, ja, hij wist dat niet. Dus men stierf werkelijk op grote schaal. En dus die bevolking, de mensen waren dus ingesteld op het feit dat men maximaal kinderen produceerde. En er staat in de Bijbel: gaat en vermenigvuldigt u en bevolkt de aarde. Dat zegt Yahweh. Maar Yahweh wist niet. Ofwel wist hij niet dat de aarde eindig was. Ofwel had hij geen idee van wat een exponentiële functie is. Een exponentiële ontwikkeling. Hij wist niet dat dat vroeg of laat moest stoppen. Bevolkt de aarde. En de mensen hebben dat ook gedacht. Dat moet altijd voortgaan. En ik zweer het u, er zijn nog altijd mensen die dat denken. Dat altijd zo verder mag doorgaan. Vandaar dat principe dat iedereen het recht heeft zoveel kinderen te krijgen als hij wil. Maar stel dat iedereen, er is een zeer belangrijke notie van Kant, Kant is dat geen dogma, maar een heel interessante idee, de wetten die ik voor mezelf stel, daarvan moet ik kunnen wensen dat iedereen die voor zichzelf stelt, dus de gedragsregels, de maxime, zegt hij, die ik voor mezelf stel. Dus als ik voor mezelf bijvoorbeeld zou zeggen, ik mag stelen, en ik extrapoleer dat, iedereen mag dus voor zichzelf zeggen, ik mag stelen, dan zie je, dat is een ongelooflijk interne contradictie, want dan besteelt iedereen iedereen, en dan is er geen eigendom meer mogelijk. Maar nu, in dezelfde zin, als iedereen zou zeggen, ik heb het recht om 5, 6 kinderen te hebben, en je extrapoleert dat bij, dus alle mensen hebben het recht om te zeggen, ik mag 5, 6 kinderen hebben. En stel dat die mensen bovendien nog die behoefte ook hebben. En er zijn nog altijd mensen die die behoefte hebben. Als iedereen dat zou zeggen, natuurlijk, dan is dat binnen 20, 30 jaar de totale explosie. En als je dat laat doorgaan, dan staan de mensen, ten eerste is de aarde dan vol met mensen, en daarna staan ze op elkaars schouders en zo verder. En men heeft uitgerekend naar hoeveel generaties in feite het aantal mensen, de massa van de aarde, dus de massa van het aantal mensen, groter is dan de massa van de aarde zelf. Dat is natuurlijk een absurditeit, maar als je eens behoorlijk doordenkt dat iedereen zelf mag bepalen hoeveel kinderen hij heeft, dat is de consequentie. Als iedereen dan zou denken, ja, ik heb graag 4 kinderen, ik heb graag 5 kinderen,
Maar iedereen mag dat dus zeggen, wel, dan zien we, dat loopt uit op een totale catastrofe. Maar dan komt natuurlijk de cruciale vraag, en waarom we dus deze avond hier bij elkaar zitten, hebben we dan het recht, of hebben we misschien de plicht, om te zeggen, we moeten stoppen met meer kinderen te maken? Ten tweede, we hebben de plicht om na te gaan of we de bevolking niet gewoon kunnen stabiliseren, maar zelfs verminderen. Ja,